Dag pa. Goedemorgen allemaal. Deze, wat ben jij aan het doen nu? Want het ziet eruit alweer als werk dat, waar ik het geduld niet voor zou hebben. Nee, ja. Het ligt eraan hoe je het bekijkt, zullen we maar zeggen. Ik ben nu voor een horeca onderneming in Middelburg. Ben ik bezig in samenwerking met een interieurbouwer. En daar mag ik een hele mooie wandbank op maat voor maken. In een hele aparte vorm qua rug en qua zitting. Dus dat is wel heel erg tof. En ook hele leuke kleuren. Ja, ik vind dat heel grappig, want daar ga je natuurlijk heel discreet niks over zeggen. Maar ik ben natuurlijk echt een horeca liefhebber, dus ik denk meteen van welke zaak zou dat zijn? Ja! Het is in ieder geval niet voor 77, dat lijkt me sterk. Nee, het is waar je kan eten. Maar wie ben je en wat doe jij precies? Want je vader liep net binnen. Ik ben de dochter van Wout Buijs, een welbekende persoon uit Middelburg. Ik ben stoffeerster. Ik doe dit eigenlijk al heel erg lang. Ik ben sinds vorig jaar juli officieel weer een echte Zeeuw, want ik heb 8 jaar in Rotterdam gewoond. Okay. En ik ben nu weer terug. En ik stoffeer, ik ben gespecialiseerd in het stofferen van maatwerk voor horecabedrijven en voor de jachten, luxe jachten. En eigenlijk dus meer gericht op bedrijfsmatige klanten en klanten met grote super luxe jachten. Want ik hoef je dus niet te komen met 2 stoelen van ik wil daar nog eens een leuk kleedje op. Dat kan wel. Ik ben er wel heel kieskeurig in, omdat ik het gewoon heel druk heb. Nou, dat is al een goed teken. Ja, hè? Want, zeker. Want hoe lang ben je op deze locatie nu? Officieel al vanaf 2010 beheren we deze, of ja, mogen we deze loods, hoe zeg je dat, daar zitten we erin, laat ik het zo zeggen. Dat moet eruit geknipt. even kijken, 2010, dus we zitten hier al 9 jaar. En ik deel nu mijn plekje nog even met deze boot van mijn vader, want we hebben plektekort. Dus uiteindelijk gaat hij er van het voorjaar weer uit. En dan heb je wat meer werkruimte. Ja, want het is te klein. Wat mij ook opvalt, weet je wel, je hebt een heel groot werkblad. Ja, en dit is nog niks. Maar je was het 3 keer groter. Ik op een of andere manier, toen ik hier naartoe fietste daarnet, had ik verwacht dat ik heel veel machines zou zien. Maar ik zie een naaimachine en een, ik weet niet eens hoe dit heet. Nee, dit zijn ook allemaal naaimachines. Die staan allemaal onder hoezen. Oh, ja. Voor de afschermen. Stof en juist. Precies. Maar ik heb er meer, maar ik kan ze niet kwijt. Maar het valt me echt mee met de apparatuur die je gebruikt. Dus betekent dat je ook heel veel met de hand doet? Of, Ja. Eigenlijk moet je het zo zien. Ik maak van niks, maak ik iets. Dus in samenspraak met de interieurontwerper of de interieurstylist of een horecaondernemer die het helemaal zelf doet. Dan maak ik het zeg maar van een tekening. Maak ik mijn stofferingen. Ja. Dus ik ga echt naar de klant toe. Wat is er mogelijk? Van de klant uit, want dat is dan vaak de vraag. Nou, dan geef ik mijn advies. Ik laat mijn stalen boeken zien, kleuren. Zo begin ik. En dat gaat meestal echt 1-op-1. Want het is niet dat je bij jou op je website kan zeggen, nou, ik wil dat en dat. Nee, het is echt allemaal exclusief. Maatwerk. Maatwerk allemaal. Niks is bij mij standaard. Het is niet dat je bij mij een kussentje van 50x50 kan kopen en in roze vloer en in paarsvloer, ja, dat kan wel, maar dan moet ik het allemaal bestellen. Ja. En mijn kussenvullingen, inhoud, maak ik ook zelf. Dus het is echt met mijn 2 gouden handjes maak ik eigenlijk, en mijn creatieve brein maak ik eigenlijk allemaal opdrachten. Ja, ja, ja. Wat er zit hier voor machine? Dit is een, een huis- en een keukenblokkertje. Lokkertje, want mijn andere lokker die is stuk. Dat is het werkwoord, dus ook lokken. En wat doe je dan als je lokt? Lokken, dat kan ik laten zien, dat is dit randje. Dan werk je het eigenlijk af, zodat het niet meer rafelt. Oh dat heet lokken. Okay. Ja, en ik doe dat echt bij alle stoffen. Dus het is niet dat, bij kunstleder en leer natuurlijk niet. Maar bij echt alle stoffen. Maar dat kan bij jou ook, als je met leer komt kan je ook. Ja hoor, ja. Gordijnen op maat, dat maak ik ook. Sierkussens, loungekussens, dus voor horecabedrijven. We gaan de winter weer in, dan ligt alles even op zijn gat. En straks in maart wordt iedereen weer een beetje wakker. Ik zeg altijd, wordt iedereen wakker uit zijn winterslaap. Ja. En dan gaan ze nadenken over de kussens op het terras. Ja, en dan is het echt gewoon gekkenhuis. Ja. Dan is het echt gewoon stampen. Het kan zo zijn dat als ik ergens een biertje drink in de stad, dat ik op een kussen van jou hand zit. Ja, dat zou zeker. Nou, gezellig. Weet je dat ook? Ja, en strandtenten, beachclubs en zo. Leuk om te horen allemaal. Dankjewel.